eerste wat ik ga doen als corona klaar is, ik denk dat ik een grote groep aan vrienden, misschien familie of whatever, ga connecten. En dan kijken of we wat leuks gaan kunnen doen, man. Ik denk dat we heel erg gelimiteerd zijn nu in vooral interactie buiten. En dat mis je wel erg. Dus ja, man, het eerste wat ik dan ga doen is familie, vrienden en wat leuks van maken eigenlijk, man. Ik was eigenlijk eerst voetballer, zoals bijna iedereen hier in Nederland. Dus dat heb ik tot mijn 12e gedaan. Mijn broer Mitchell, hij zat eigenlijk al in de basketballerij. Dus ja, zodoende ben ik een keertje mee gaan trainen bij Binnenland toen. En ja, ik vond het echt tof, man. Ik vond het echt tof, gewoon het spel zelf. Ik had eigenlijk ook een basket voor mijn huis, achtertuin. En als ik niet op voetbal met voetbal bezig was, was ik eigenlijk meer een beetje aan het dunken en zo. Kobe Bryant na het doen, als een filmpjes aan het kijken en zo. En zo begon het eigenlijk. Dus ben ik, om 12 ben ik begonnen toen. En sindsdien een beetje verliefd geraakt eigenlijk met de sport. Dus ja, man. Over 20 jaar vind ik echt een hele mooie vraag. Ik ben sowieso niet iemand die echt super ver kijkt naar wat ik wil doen, zeg maar, met leven en whatnot. Eigenlijk wil ik gewoon vrij zijn over 20 jaar en happy. En of dat nou, ja, maakt niet echt, eigenlijk niet echt uit met wat dat is, maar dat is een beetje mijn doel eigenlijk. Pizza, man. Pizza sowieso. Mijn favoriete pizza is die quattro stagioni, sowieso. Maar meestal haal ik ook wel patatje erbij. Maar sowieso pizza, ja, 100%. Ja, LeBron. LeBron. Ik zeg, ik vind LeBron echt een hele, hele goede speler. En ik ben sowieso een Laker fan, dus dat maakt het ook wel een stukje makkelijker. Ik moet wel zeggen dat ik Giannis wel echt super exciting vind om naar te kijken. En ik denk eigenlijk dat Giannis misschien wel next is na LeBron en KD. Hip-hop, uiteraard. Ja, hip-hop 100%. Ik moet wel zeggen dat ik een aantal rock tunes wel kan waarderen of zo. Maar ik luister sowieso mijn hip-hop. En ik maak het zelf ook een beetje, voor de mensen die het wisten. Rotterdam. Ik ben geboren gewoon in Rotterdam. Dus sowieso Rotterdam. Maar ik vind Amsterdam een hele, hele mooie plek trouwens. Maar Rotterdam. Nike. Nike heeft gewoon betere spullen. Het saus is ook wat lekkerder. Het is wat meer beter te combineren. Nee, 100% Nike. Koffietje, man. IJskoffietje in de ochtend. Ben ik eigenlijk best wel fan van. Thee vind ik in de avond wat flex eigenlijk. Als ik gewoon een beetje zen aan het worden ben. Maar ja, koffie. Ja, zeker wel. Ik ben wel van plan om een aantal tatoeages te gaan zetten. Maar het is meer een beetje een cadeautje die ik aan mezelf ga geven wanneer ik de dingen bereikt heb. Of in ieder geval een stapje closer ben naar de dingen die ik wil bereiken, zeg maar. Dus ze komen er wel aan. Avond. Ik ben eigenlijk totaal geen ochtendmens. Natuurlijk wel heel veel uren besteed in de ochtend met trainen en zo, maar het went niet. Dus zeker avondmens. Avond heb ik meer energie om de dingen te doen die ik wil doen. Scoren. Ik denk dat scoren toch het leukste is. Ja, assist is wel belangrijk gewoon voor het team. En ik denk dat het ook goed is om de bal te blijven passen wanneer het nodig is. Aangezien je op die manier iedereen engaged houdt in de wedstrijd. Maar scoren is gewoon het leukste. De meeste creativiteit en ja, score de bal. Ik denk, realistisch gezien, ik denk dat wij, ik denk dat het wel eens binnen 2-3 jaar zou kunnen gebeuren. Als we de stap blijven maken wat we nu gedaan hebben, weet ik dat eigenlijk wel zeker dat we zeker contenders kunnen worden in die komende 2-3 jaar. 100%.